Mie nilikuwa kwa masomo. Nilikuwa naenda kwa masomo nikakuta bandiramu bakanibaka. Nikabeba mimba nikazala mtoto. Wakufani kubali juu abakonipatia vifaa ya kutunza ya kuchunga mtoto. Mipeke ndio kisi mtoto aliendelea na kumala polepole. Kumukulisha ilikuwa shida, kumuvalisha ni shida. Ik vroeg haar, hoe zie je je toekomst voor je? En dus, toen begonnen haar ogen te stralen. En toen zei ze, over een paar jaar heb ik mijn eigen naaiatelier. En ik zeg, hoe ga je dat dan noemen? Toen zei ze, merci, love. En toen dacht ik, jij bent de meest positieve, optimistische persoon die ik ooit tegen ben gekomen. En ik dacht, zij verdient gewoon een liedje. We hebben haar een van de auteurs gemaakt van het liedje, dus een gedeelte van de royalties van het liedje gaat naar haar toe. En ja, we zijn aan het kijken hoe haar nog verder kunnen helpen. I saw you smiling when you were looking at this. Do you see any glimmer of hope for your country? I think that when you can hear from Furaha, you really feel this optimism. You feel that the future is in women of Congo, because they are not losing hope. And they are fighting in a very hard condition, but they still hope that things can be better for them and they have a future for them and for their children. Yeah.